Beste kijkers, ontzettend tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Twins TV. Wij staan hier bij Van Kronenburg Engines. En jongens, wat achter deze deur bevindt, dat gaan jullie niet geloven. Doe die deur maar open! Jongens, maak kennis met Rick van Kronenburg. Ja. Check dit. Dit is de Valhalla. Dit is de engine Valhalla. Ze hebben hier van Lambo motoren tot Ferraris tot Maseratis. Allemaal exclusieve motoren. Wat doen jullie hier eigenlijk precies? Ja, dat heb jij goed gezegd. We zijn eigenlijk een motorenrevisiebedrijf. Een beetje gespecialiseerd in luxere personenauto's. Daarnaast hebben we ook een eigen vrij programmeerbaar management systeem, KMS. Mm-hmm. Daar gaan wij ook samen mee samenwerken. We gaan gewoon zorgen dat het gewoon super tof wordt. Vet, en ik zeg, laten we maar eens even zien wat we doen. Jongen. Ik heb hem al zien staan, hè. Ja, dit. Dit had zo makkelijk voor ons geweest. Dit was gewoon een swap. Bij 1 miljoen subscribers denk ik, als je het haalt binnen een week, bij 1 miljoen subscribers, dan nee, grappie. Maar dit was gewoon een swap geweest, hè jongens. Gewoon ons eruit, deze erin en dan waren we klaar geweest. Want zoals jullie weten is onze zijkant dus niet allemaal verbrand, hè. Dus throttlebodies zijn verbrand, bobines, injectoren, carbon, alles is dus verbrand aan deze zijde. En dat gaan wij natuurlijk allemaal herstellen. Dat gaan we uiteraard herstellen en dat zien jullie straks ook. Als we weer terug zijn bij ons in de werkplaats, dan gaan we onze eigen motor uit elkaar halen. Maar wat een ontzettend tof bedrijf, man. Niet te geloven. Thanks. Laten we even een klein rondje hier lopen, dat we even een idee kunnen geven aan de kijkers van wat ze hier precies doen. En dan gaan we daarna zo meteen door naar de afdeling waar ze een eigen productie hebben voor een eigen tuning software en throttlebodies en et cetera. Precies, dat vertel je zo meer over. Yes, let's go. Yes. Jongens, naast motoren hebben ze ook versnellingsbakken. Dus is jouw versnellingsbak stuk? Ja, nummer 1 om te benaderen, Kronenburg. Wat gaan we doen? Ja, we gaan nu naar de achterbumper kijken. Want die van ons was dus aardig verbrand. Inderdaad. En onze spuiter die zegt ook, ja, die kan eigenlijk wel de schade herstellen. Ook de parkeersensorgaten kan hij herstellen, die kan hij dichtmaken. Maar ja, er zijn heel veel ophangpunten dus afgebroken en dat is wel heel vervelend. En deze heeft ze dus wel. Ja. En deze lijkt ook een beetje onder de roet te zitten. Dus het klopt wel, het verhaal is rond. Ja, dat klopt, dat gelijk. Dus ja, ontzettend bedankt voor het sponsoren van deze bumper. Dat scheelt ook weer enorm in onze kosten. We hebben wel weer een hele mega dikke samenwerking zo in de planning, hè. Jongens, wij staan hier dus bij Van Kronenburg Engines en hier is de werkplaats eigenlijk. Ja, hier worden alle motorblokken dus in elkaar gezet, gereviseerd, getuned eigenlijk, ja. Rick, misschien kan je het beter zelf vertellen. Ja, dat is eigenlijk wat je broertje zegt. We doen hier eigenlijk inderdaad het uit elkaar halen van de motor, het reviseren, het eigenlijk assembleren en dan gaat hij daarna hier langs naar de inbouwruimte. Wordt die ingebouwd en dan gaan we weer aan het. Zullen we daar even naartoe gaan? Ja, natuurlijk, is geen probleem, loop maar even mee. Jongens, we staan hier dus bij de eigen dynobank van Kronenburg. Dus als je motor dan helemaal opgebouwd is en die hangt dan in je auto en dan met hun eigen KMS systeem stellen ze hem dan helemaal af op de dynobank. Ja, wat super top is. Super gaaf. Dan ben je wel echt een vakman hoor, dan weet je wel waar je het over hebt. Onze Lambo moet hier ook zeker naartoe komen dan. 100%, onze Lambo komt hier zeker weten te staan. De throttlebodies die straks in onze Lambo komen, nadat die uiteindelijk is gestart, die worden dus door KMS zelf gefabriceerd. En KMS staat voor Kronenburg Management Systems. En moeten jullie eens even kijken. Dit wordt gewoon allemaal zelf gefreesd met een CNC. Ja, CNC-machine. CNC-machine. En het wordt helemaal zelf geassembleerd. Ja, dit is toch een bedrijf die echt alles kan. We zijn echt blij dat we met deze mensen samenwerken mogen hebben hoor. Niet te geloven, hè. Prachtig bedrijf dat jullie. We staan weer wederom in een ander magazijn. Dit bedrijf is zo mega groot. Hij zegt, nou, hier hebben we een beetje landbouwparts. Daar hebben we een beetje landbouwparts. En jongens, ik spring hier gewoon achter in de stelling en kijk eens wat ik er precies uittrek wat we nodig hebben, jongens. Hier,
een injectierail. Gewoon met injectoren. Bank links, precies wat er verbrand is bij ons. Inclusief retourleiding, niet te geloven. Motorkabelboom, linkerzijde. En raad eens, wij mogen dit gewoon meekrijgen en kijken of we ons Lambo hier startend mee krijgen. Super dik. Ongelooflijk dat Kronenburg dit ons gewoon gunt, jongens. Niet te geloven. Niet te geloven. Check dan, gasklephuis, alles erop en eraan. Ongelooflijk. Echt Rick van Kronenburg, jongen. Ongelooflijk. Wat een we hadden het over jou. Kijk, hij komt nog het doosje aan. Dit ook. Kijk, zullen die spulletjes even allemaal mooi erin leggen? Zo gastvrij, jongens, hier. Ja, echt. Zeker. Voor al je problemen een oplossing. Dat is ja, een sowieso, sowieso. Wat was de motto? Iedereen weet het, Kronenburg heeft het. Dat was hem. Kijk daar. Wauw. Daar komen we dan, jongens. Het is het einde van ons tour de Kronenburg. Ja, niet maar, normaal. Maar jongens, we krijgen nog een doos mee met allemaal dingen die wij goed kunnen gebruiken. Wat een prachtig bedrijf is dit. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Kronenburg is the place to be voor als je motoren nodig hebt, versnellingsbakken nodig hebt. En uiteraard als je je eigen KMS systeem wilt, hè? Precies. Inderdaad. Hij zei nog, kom met een busje. Precies, ja. Ik moet zeggen, dit vind ik wel een heel mooi busje, maar hij is niet zo praktisch, hè? En wij dachten, we komen alleen voor een bumper, hè? Ja, niet te geloven. Ja. Maar ze gunnen zoveel, hè? Als het blok eenmaal gestart is, jongens, en we hebben dingen over, komt het uiteraard terug. Precies. Jongen, jongen, jongen. Laten we snel een thumbnail schieten, want die hebben we nog niet gemaakt. Let's go. Ja, ik ben blij dat jullie er vandaag waren, man. Ja. Ik kijk uit naar de toekomst. En subscribe op het kanaal, man. Ja, die zullen we in de link beneden erin gooien. Precies. En tot de volgende, man. Komt goed. Wij gaan terug naar de werkplaats. Yes. Jongens, we zijn weer terug in de werkplaats. En och, wat een indrukwekkende dag hebben we nu al gehad, hè. We hebben ook nog eens 300 kilometer in totaal gereden. Om dit allemaal te zien en allemaal te doen, zeg maar. Maar wat is Kronenburg toch een vriendelijk bedrijf. Ik kan ze niet vaak genoeg bedanken voor deze dikke samenwerking. Maar zoals beloofd in de vorige aflevering gaan we een kijkje nemen in het blok. En lopen we even een rondje eromheen om even precies te kijken wat er nou aan de hand is. Jongens, genoeg gesproken. Laten we het blok op tafel zetten. Let's do this. Jongens, ik weet nou niet hoeveel motoren ik vandaag heb gezien. Ik moet wel zeggen dat deze het slechtste aan toe is. Hij ziet er echt het slechtste uit van allemaal wat we daar hebben gezien. Hè? Niet te geloven. Oh, hij loopt wel een beetje leeg, zie ik. Beetje olie komt eruit. Maar dit is de kant waar hij de meeste hitte heeft gehad. En ik moet zeggen, zo erg ziet het er dan niet eens uit. Nee, inderdaad. Kijk, dit zijn allemaal metalen kappen. Die kunnen gepoedercoat worden, die kunnen gesandvlaat worden, die kunnen gespoten worden. Er liggen zoveel opties. Nog open wat we hiermee kunnen doen. Kijk dan, de injectorrail. Die ziet er wel vergaan uit. Kabelboompje. Super gehavend. Super krokant. Maar gelukkig hebben wij die nu in huis door Kronenburg. Ontzettend bedankt. En laten we even verder gaan. Want ja, het ziet er allemaal gewoon van de buitenkant best wel heavy uit. Maar het is echt puur de uiterlijk. En dat is gewoon allemaal schoon te maken, zeg maar. Inderdaad. Wat we nu gaan doen is eigenlijk als het ware... Deze kapping weghalen, toch dan? Ja, dat is een plaat inderdaad, want hier zit, hier komt zoveel hitte en alles. Dit is een plaat die eigenlijk je bobines beschermt tegen de warmte. Die gaan we even loshalen, dan gaan we een bobine eruit halen, gaan we een bougie losdraaien. En dan gaan we met een soort van endoscoop die we aan kunnen sluiten op onze telefoon, gaan we in het blok kijken.
Zo, ik ben mega benieuwd hoe die bougie eruit gekomen. Zo, hey, die ziet er goed uit. Het is dubbel platinum bougie van het merk Bosch. En het koppie ziet er hartstikke netjes uit. Hij is een beetje vies geworden net, denk ik, doordat het langs het randje ging. Maar... geen olie of zo, hè? Geen gekke wit uitgeslagen of helemaal zwart van de roet. Ik moet zeggen, bougie ziet er ook nog wel vrij recent uit. Inderdaad, hij glimt nog gewoon. Zo zien we hem niet vaak, hè, als je hem uit een auto haalt. Nou, jawel hoor. Ja, soms zie je hem helemaal verroest inderdaad. Ja, verroest van je bobine of zo. Ja, of dat er water tussen komt mee of manier. Ja. Maar dit is... Het condens vaak. Ja, maar dit is top. Dit is echt een goed teken. Nou, laten we snel de cameraatje erbij pakken. Inderdaad. Dan gaan we even van de binnenkant kijken. Jongens, ik heb de endoscoop in mijn handen. En met dit dingetje kunnen we dus precies in het motorblok kijken. En dat is wat we gaan doen. We gaan hem aansluiten op mijn telefoon. Kijken. Hij geeft al gelijk licht, zie ik. Ja, inderdaad. Hij gaat aan. En hij zegt ook meteen, hey, je hebt de camera aangesloten. Dat klopt. Heb je een app nodig of zo? Ja, je hebt een app. Maar dit komt van een Chinese website. Kost vrijwel niks. Kost vrijwel niks. Maar hij werkt wel top, want de recensies waren goed. Kijk eens. Oh ja. Zien jullie mij? Jazeker. Het lijkt nu een beetje wazig, want hij is niet bedoeld om... ja. Zo scherp. Om selfies mee te maken. Precies, dus ja, we gaan naar binnen. Ik leg deze even hier neer. Zo. Nou, breng hem maar erin, jongen. Kijk, zie je het? Dit is zo'n belangrijk moment, jongens. Oké, okay, ja, we zien wel dat het echt vies is daar. Ja, inderdaad. Even voorzichtig naar binnen brengen. Nou, je hebt hem, hè? Ja, hij zit nu precies in het gaatje, dus we kunnen nu... Dit is eigenlijk de bovenkant van de zuiger, wat we nu zien. Ja. Hij heeft gewoon wel wat aanslag op de zuiger zelf. Maar er zit geen water in ofzo? Er zit geen water, ik zie niet. Er zit geen gat in. Op nummer 3. Een aanslag met 100.000 kilometer. Ja, dat is normaal. Dat is wel normaal, maar, toch? Ja, cilinder 3. We kunnen nog cilinder 1, cilinder 2, cilinder 3, cilinder 4. We hebben er 10. Ja, we hebben er 10. Dus Monteer nu even een hulpstuk waarmee we de cilinderwand kunnen checken. Zo, deze draait erop. We zijn dus in de cilinderruimte weer. Alleen... het spiegeltje dus wat erop zit, het werkt voor geen meter. Dus hoe blij ik er net mee was voor die 8 euro, hoe niet zo blij ik er nu mee ben. Maar ja, het is wel goed nieuws dat dus het zuiger zelf in principe niet super gek eruit ziet. Behalve wat aanslag, maar ja, dat is niet gek met 100.000 kilometer op de teller. En geen gat natuurlijk. Maar ik ben gewoon benieuwd of ik hem met mijn hand kan draaien. Kan ik hem of het blok los is bedoeld, dat het krukas draait. Ja, maar... probeer toch met een ratel even kijken door of hij draait. Ja. Nou, niet door de compressie, maar gewoon dat hij in ieder geval een kleine beweging heeft. Want dan weten we in ieder geval al... of het blok draait. Precies. Okay. Ik heb de juiste dop gevonden. Dan gaan we, poging nummer 1. Denk je dat ik hem rond kan draaien? 100%. Als het blok goed is, kun je hem ronddraaien. In ieder geval een stukje bewegen, laat ik het zo zeggen. Rond misschien niet. Maar als we de beweging in krijgen. Oh. Het klinkt wel een beetje. Misschien zit hier wel wat tussen. Vel dat het tussen zit. Oh ja, ja, dat kan natuurlijk. Want de hele versnellingsbak lag ook voor. Hè? Oh. Kijk dan, jongens. Het blok draait gewoon rond, jongens. Geweldig nieuws. En maar hier zit ook nog alles tussen dan. Ja? Aan glas en poederblusser. Dus misschien beter eerst gewoon yes! uit elkaar halen voordat we nog verder gaan. Inderdaad. Blijven. Het schoonmaakwerk, dat hoort er nou eenmaal bij. Wij lezen de comments onder de video's en jullie vinden het allemaal eentonig dat er veel schoonmaakwerk wordt gedaan en dat niet veel wordt gedaan in de aflevering. Maar het is super tijdrovend om dit super secuur te doen. Want ja, wij houden van Lambo's en we willen hem gewoon in de volle glorie herstellen. En ja, ik ga er gewoon helemaal van glunsteren, jongens. Wat een dag hebben we gehad. Niet te geloven, hè? Inderdaad. Kronenburg, veel kilometers gereden, de Walhalla gezien van motoren en we hebben in onze eigen blok gekeken, plus we hebben hem gedraaid. Mijn dag kan niet meer stuk. Laat het weekend maar beginnen, jongens. Zie jullie volgende week terug met een nieuwe aflevering om 5 uur en met daarin dat de auto naar de spuiten gaat, denk ik, hè? Vergeet vooral niet te abonneren. Abonneren is gratis en daar steun je ons natuurlijk het meeste mee. En volg je ons nog niet op Instagram, twins.tv/. Daar zie je super veel content op ons verhaallijn vooral, wat niet op YouTube terechtkomt. En zo zie je ook een beetje wat wij in het dagelijks leven tegenkomen. Jongens, we love you. Tot de volgende aflevering. Tot dan.